de reis naar veilige hechting. In mijn vorige vlog heb ik jullie omschrijving gegeven welke hechtingstijlen er zijn. En dat waren er 4. Nu wil ik daarop verder, dus ik ga ze heel even kort nog herhalen. Bij herhaling leren we het meest immers. Nummer 1 is de veilige hechting. Hierbij heb je geleerd dat je jezelf kan vertrouwen en de ander ook. Nummer 2 is gepreoccupeerde hechting. Hierbij heb je geleerd dat je jezelf niet kan vertrouwen, maar de ander wel. Nummer 3 is de afwijzend vermijdende hechting. Hierbij leerde je dat je jezelf kan vertrouwen en de ander niet. Nummer 4 is angstig vermijdende hechting. Hierbij heb je geleerd dat je jezelf niet kan vertrouwen en de ander ook niet. Dus 4 belangrijke hechtingstijlen. Het is misschien even goed om te achterhalen. Wat past er bij jou? Naast die verschillende hechtingstijlen zijn er ook 2 manieren waarop zich dit uit. Bij de een zal dat actief zijn. En dat ziet eruit dat het naar buiten gaat. Het is vaak gericht op je naaste of op de wereld zelf. En het heeft echt een actieve vorm, dus omdat het naar buiten komt. De tweede variant is de passieve variant. Hierbij blijft het in jezelf. En het richt zich ook op jezelf. En ook dat is wel belangrijk. Komt jouw hechtingsprobleem naar buiten of blijft dat in jou? Dat geeft soms wel inzichten voor jezelf. Om op reis te gaan naar een veilige hechting, wanneer je ervaart dat je nu onveilig gehecht bent, kan als heel overweldigend ervaren worden. En soms ook gewoon heel lastig van hoe begin je. Want ergens is er wel een heel diep verlangen om te kunnen zeggen, ik vertrouw mezelf en ik vertrouw de ander. En je zal ook merken dat wanneer je hiermee aan de slag gaat, dat er verschillende momenten zullen zijn, dat je denkt, oh, nu heb ik het. En dat er later toch weer iets komt, dat je denkt, oh, daar moet ik toch weer wat mee. En dat geeft niet. Dat betekent dat je groeit. En groei is goed. Dat is die klimmen van de berg terwijl je reist. En geniet ook van die reis. Het is wel heel belangrijk om in beweging te komen. Als je onveilig gehecht bent, dan heeft dat heel veel invloed op jouw leven. Het is eigenlijk ook bijna niet mogelijk om echt en vrij te leven. En ik geloof dat jij daar wel voor gemaakt bent. Dat wij gemaakt zijn om te leven in verbinding met jezelf, maar ook met de ander. En om zo jezelf lief te hebben en een ander lief te hebben. Omdat ik denk dat we gemaakt zijn voor liefde. En daarbij wil ik ook zeggen, de wereld wacht op jou. En het heeft jou nodig. Jij kan de wereld iets bieden dat niemand anders kan. Dus ja, het is echt het waard om hieraan te werken. Voor jezelf. Voor de mensen in jouw omgeving. En voor de wereld. Ik heb even heel kort hierover wel een mededeling. Aan het einde van deze vlog zal je niet 1 concreet plan vinden waardoor jij veilig gehecht raakt. Want ik ben niet een adviseur en ik weet dat alle mensen anders zijn. Dus wat er voor jou werkt of hoe de weg voor jou zal gaan, kan heel erg afwijken van de weg van anderen. Wat ik meer wil doen is al de antwoorden die al in jou zitten naar boven laten komen. En dat die gaan bruisen en dat ze jou inzicht geven, waardoor je telkens weer een stapje verder kan. Dus ik hoop dat je aan het einde van deze vlog wel gemerkt hebt dat je een stap kan nemen of dat je in beweging komt. Dus dat is veel meer het doel. Kom in beweging. Ga aan de slag. En dan is stap nummer 1 eigenlijk de vraag aan jou. Welke omstandigheden hebben er bij jou voor gezorgd dat jij jezelf niet vertrouwt, of dat je de ander niet vertrouwt, of mogelijk beide?
Omschrijf dat eens voor jezelf. Wat is er voor jou voorgevallen waardoor je ervan overtuigd bent dat jij niet oké bent, dat de ander niet oké is of allebei? Ik ga wel door met deze vlog, maar uiteraard kan je eventueel gewoon even stopzetten om je antwoorden op te kunnen schrijven. Doe dat ook gerust. Stop nummer 2 hierbij is. Nu jij opgeschreven hebt welke omstandigheden ervoor gezorgd hebben, of welke omstandigheid die nu naar boven komt ervoor zorgde, dat jij je niet kan vertrouwen, dat jij de ander niet kan vertrouwen, kan dat misschien inzichten geven in wat jij toen zelf nodig had. En nu jij volwassen bent, ben je in staat om ook jezelf te kunnen geven wat je nodig hebt. En in jou zit een kind. En die vraagt om gezien te worden. En dat mag jij ook zelf doen. Dus je hebt nu opgeschreven of je hebt nu misschien omhoog gekregen wat er in jouw leven is gebeurd waardoor je jezelf niet kan vertrouwen, of de ander, of allebei. En wat kan je op die leeftijd die je toen had, jezelf geven? Soms handig om dan te visualiseren dat er een kind naar jou toe komt van die leeftijd die je toen had, met die gevoelens of met die ervaring die jij zelf had. Wat zou jij dat kind vertellen? Wat zou jij dat kind willen geven? En bedenk dan dat jij zelf dat kind bent. Ben jij dan in staat om dat kind in jou te geven wat je eigenlijk aan een ander kind wel zou doen? Bedenk een manier waarop jij het kind in jezelf kan zien, dat zodat het zich ook gezien voelt en gehoord en weet, hé, ik mag er zijn, want het is goed. Dat is stap 2. En hierbij wil ik ook meegeven dat het heel kwetsbaar kan zijn. En soms is het ook gewoon nodig om dit proces met iemand te volgen die jij vertrouwt. En die emotioneel heel eerlijk tegen je is. Want we zijn er ook echt sterren in om onze diepste emoties te omzeilen. En snel voorbij te gaan. Maar durf het aan te kijken. Durf in een actie te geven die je nodig had. Zodat je weer naar de volwassen positie kan. Dat zal zorgen dat je kan helen en kan herstellen. En dat ben je waard. En als het je niet lukt om dat alleen op jezelf te doen, kies dan ook voor jezelf. En ga deze reis dan ook aan met iemand waar jij vertrouwen in hebt. Iemand die emotioneel eerlijk tegen jou is. En die jou hierin kan begeleiden. Want ook dat kan helpen. Want soms kan je juist van een relatie aangaan met iemand die onafhankelijk is, heel veel leren. Omdat je daaraan veilig kan binden. En vanuit die binding kan die persoon jou misschien helpen om weer te binden aan jezelf. En dan heb je al een mooi voorbeeld van hechting. En iets anders wat heel veel opspeelt in dit proces, dat zijn veroordelingen. En het lijkt ook volkomen logisch wanneer je zelf iets overkomen is wat jij niet wilde. Of wat jou veel verdriet deed. Heel veel pijn heeft gedaan. Of wanneer iets jou onthouden is wat je nodig had. Om dan boos te worden. En dat is terecht. Maar het helpt niet om mensen te veroordelen. Zeker niet als ze uit jouw systeem van afkomst komen. Je vader, je moeder of verder zelfs opa en oma. Want het is een deel van jezelf. Het zijn jouw eigen wortels. En als je
die mensen veroordeelt, automatisch veroordeel je dan ook een stukje van jezelf. En dat kost energie. Dus eigenlijk zeg je, jullie zijn een dader, jullie hebben iets fout gedaan of iets nagelaten. En daarmee maak jij jezelf een slachtoffer. En zolang jij in slachtofferrol gaat, dan zal je merken dat het niet mogelijk is om echt te leven. Dan ben je aan het overleven. En dan heb je eigenlijk de teugels van je leven uit de handen gegeven. Jij bent eigenaar van jouw leven. Jij mag bepalen hoe jij je leven inricht. En dat kan zonder veroordeling. Want ook als het donker is, zijn er nog lichtjes. En het is heel makkelijk om je dan te richten op al dat donker om je heen. Maar het is juist zo gaaf om dan te zoeken naar dat ene lichtje. Die ene ster in het duister straalt soms ook verder als dat wanneer het heel licht is buiten. Dan zie je dat ene sterretje niet. Maar misschien als het donker is valt het juist heel erg op. Dus wat heeft die moeilijke situatie jou juist geleerd? Of die omstandigheid waardoor jij jezelf niet kon vertrouwen. Of de ander niet. Wat heeft dat jou gebracht? Dus dat kan soms helpen om niet in de veroordeling te gaan. Nogmaals, het is mogelijk. Maar het is een weg waarin je dus echt kwetsbaar moet zijn. En het aan moet durven. Om naar je pijn te kijken. En terug te stappen en te weten. Nu ben ik volwassen. Het ligt achter mij. Het is voorbij. En het bepaalt dus niet meer je toekomst.